Welkom bij deze presentatie over omgaan met vasculaire dementie. Deze presentatie is met name bedoeld voor mantelzorgers en hun netwerk. Wanneer je zorgt voor iemand met dementie, word je voor de nodige uitdagingen geplaatst. Vaak word je geconfronteerd met gedragsveranderingen, stemmingsproblemen, stress, achteruitgang en in veel gevallen ergens in het proces met gedragsproblemen als seksueel ontremd gedrag, agressie en meer. Gunstig leren omgaan met vasculaire dementie is cruciaal om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen en mooie contactmomenten te creëren in het leven van de mens met dementie. Er is een verschil tussen de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Alzheimer ontstaat met name door eiwitstapeling in de hersenen, terwijl vasculaire dementie ontstaat door een stoornis in de doorbloeding van de hersenen. Het verloop van Alzheimer is een geleidelijke achteruitgang. Bij vasculaire dementie zie je vaak een plotseling begin. Het kan wisselen en met kleine stapjes achteruit gaan. Bij Alzheimer zie je lichamelijke achteruitgang pas later. Bij vasculaire dementie kan je ook een achteruitgang al zien in het lopen en de spraak. Qua gedrag bij Alzheimer zie je dat mensen geen besef hebben. Bij vasculaire dementie is er vaak wel besef en hierdoor reageren mensen emotioneel. Oorzaken van vasculaire dementie. Veel mensen met vasculaire dementie hebben hart- en vaatziekten, of nu nog, of gehad. Bijvoorbeeld langdurig een hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, suikerziekte of TIA's. TIA's zijn kortdurende afsluitingen van een bloedvat in de hersenen. Ook is het mogelijk dat iemand één of meerdere beroertes heeft gehad voordat de dementie begon. Het komt echter ook voor dat vaatschade een oorzaak is van dementie zonder dat iemand ooit een beroerte heeft bemerkt. Bij vasculaire dementie kan het verloop geleidelijk of juist plotseling gaan. Personen met vasculaire dementie kunnen plotseling achteruit gaan door een beroerte of een reeks kleine beroertes, ook wel TIA's genoemd. Zolang er zich geen nieuwe beroertes voordoen, kan iemand daarna weer een tijd stabiel blijven. Iemand met vasculaire dementie zal langzaam meer moeite krijgen om informatie uit het geheugen op te roepen. Op de plaatjes ziet u de verschillen tussen een TIA, dat is een tijdelijk herseninfarct, een herseninfarct, dan is er een volledige afsluiting van het vat, of een hersenbloeding, dan treedt het bloed buiten het bloedvat. Vasculaire dementie is een van de meest voorkomende soorten van dementie. Problemen in de doorbloeding van de hersenen veroorzaken deze ziekte. Bij 1 op de 6 mensen met dementie is vaatschade de hoofdoorzaak. Dan spreken we van vasculaire dementie. Nog veel vaker komt vaatschade in de hersenen naast andere oorzaken van dementie voor. Welke symptomen iemand met vasculaire dementie heeft, hangt af van het hersengebied dat beschadigd is geraakt. Er zijn dus veel verschillen tussen mensen met deze ziekte. Wat vaak vooral opvalt, is dat men langzamer gaat denken, spreken en handelen. Men kan zich moeilijk concentreren en moeilijk meerdere dingen tegelijk doen. Naast de geestelijke achteruitgang kan iemand ook lichamelijke verschijnselen hebben, zoals wankelen of langzame lopen. Ook kan bijvoorbeeld verlamming of gevoelsverlies ontstaan. Gedragingen die kunnen optreden bij vasculaire dementie.
met name problemen met denken, lopen en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zijn de meest prominente symptomen. Veel mensen met vasculaire dementie lijden ook aan een depressie, wat kan leiden tot minder motivatie om hun gebruikelijke activiteiten uit te voeren, of een gebrek aan interesse in de wereld om hen heen. Extreme angst voor het dagelijkse leven, die kan worden getoond door vragen te stellen en informatie te herhalen over eens vertrouwde gebeurtenissen en of mensen. Het ruim van tevoren voorbereiden van afspraken en het gebruiken van eindeloos veel notities en herinneringen. Apathie of gebrek aan initiatief over taken die vroeger routinieus waren, maar nu overweldigend aanvoelen. Bijvoorbeeld de persoon die altijd van puzzels heeft genoten, maar ze nu niet meer doet omdat ze te overweldigend zijn en vaardigheden vereisen die hij of zij niet langer bezit. Frequente agitatie kan optreden als mensen minder in staat zijn om hun omgeving te interpreteren en hun gevoelens te beheersen of uit te drukken. Een persoon met vasculaire dementie kan bijvoorbeeld ergens in het proces fysieke of verbale agressie vertonen. Er zijn bepaalde omgangstools voor het omgaan met vasculaire dementie. Stel als eerste realistische en haalbare doelen. Mantelzorgers proberen vaak alles op orde te krijgen. Orde te scheppen in een wereld die steeds chaotischer wordt. Doelen hierbij kunnen onrealistisch zijn, waardoor een mantelzorger uitgeput raakt. Misschien ben je erop gefocust dat uw naaste altijd schoon is, zich comfortabel voelt, er goed uitziet en goed gevoed is. Echter, wanneer je accepteert dat dit slechts in bijvoorbeeld 75% van de gevallen zo is, is er meer tijd over om te genieten van het contact dat u kunt hebben. Piekeren over alles dat moet gebeuren, staat dit contact doorgaans in de weg. Contact wordt erg functioneel van aard. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor alle factoren die verergering van symptomen kunnen bewerkstelligen. Denk aan voldoende beweging, niet roken, alcohol met mate en mogelijk een verandering van dieet, bijvoorbeeld het verminderen van zouten en verzadigde vetten. Tevens is het belangrijk regelmatig de bloeddruk te laten controleren en minimaal jaarlijks de bloedvetwaardes te laten meten bij de huisarts. Bovendien kan het zeer raadzaam zijn om bepaalde risicofactoren zoveel mogelijk te elimineren middels medicatie. Neem hiervoor altijd contact op met een arts. Als vasculaire risicofactoren niet goed worden behandeld, kunnen terugkerende beroertes optreden. Een goede gezondheid is alles waard. Anticipeer op verkeerde interpretaties. In het omgang met vasculaire dementie is het van belang dat u uw communicatie aanpast. Een persoon met vasculaire dementie neemt de omgeving anders waar. Het is lastig om verbale en non-verbale signalen juist te verwerken en te interpreteren. Zodoende is het van belang in de omgang met dementie dat de communicatie beknopt en duidelijk is en u zo nodig boodschappen herhaalt met dezelfde woorden en intonaties. Verminder sowieso afleidende prikkels. Door een verstoorde filterfunctie eisen deze de aandacht op en kan de persoon zich moeilijk concentreren op uw boodschap. Gebruik in de communicatie ook geen verwarrende voornaamwoorden, zoals hij, zij of het, maar eerder namen en specifieke titels. Wees zo concreet en helder mogelijk.
Onthoud dat elk gedrag een doel heeft. Sommige van de gedragssymptomen die mensen met vasculaire dementie vertonen, zoals schreeuwen of slaan, kunnen zinvol zijn. Het is het best mogelijke gedrag dat iemand in een bepaalde situatie kan vertonen. Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn in de omgang met vasculaire dementie. Hoewel de persoon over het algemeen niet de intentie heeft om iemand pijn te doen, kan er sprake zijn van een onvervulde behoefte, waar gewoonweg geen oog voor is. De persoon probeert met zijn gedrag iets duidelijk te maken. Het is belangrijk je hier telkens van bewust te blijven en deze onderliggende boodschap te ontcijferen. Neem de tijd, pas je snelheid aan, probeer je echt te verplaatsen en probeer op het gevoel achter het gedrag te reageren. Dit is essentieel in het omgaan met vasculaire dementie. Veel mensen met vasculaire dementie blijven fysiek fit en behouden hun vermogen om betrokken te blijven bij hun sociale omgeving. Blijf daarom in veel gevallen zoveel mogelijk ondernemen. Vaak zullen vertrouwde activiteiten plezierig blijven voor een persoon met vasculaire dementie en moeten worden aangemoedigd. Proberen om nieuwe taken te leren of aan nieuwe hobby's te beginnen kan echter frustrerend of overweldigend zijn. Omgaan met vasculaire dementie hoeft absoluut niet het einde te zijn. Blijf doen wat iemand nog kan. Inactief worden zorgt vaak voor een snellere achteruitgang. Moedig gesprekken aan over mensen en plaatsen die vertrouwd zijn en aangename gevoelens oproepen voor zowel u als de mens met dementie. Herinneringen uit het verre verleden worden meestal niet beïnvloed en als u familievideo's bekijkt, foto's bekijkt of reizen uit het verleden bekijkt, kunnen u en de mens met dementie ervaringen en gevoelens blijven delen. Laat uw naaste zijn herinneringen delen met familieleden, kleinkinderen en vrienden. Dit is leuk voor iedereen en helpt de mens met dementie zich verbonden te blijven voelen met zijn geliefde. Maak eventueel eens een familiefotoboek of een fotoboek over reizen die u vroeger gemaakt heeft. Wees flexibel. Vergeet niet dat vasculaire dementie een progressieve ziekte is. De symptomen en behoeften van uw naaste zullen in de loop van de tijd veranderen. Als strategieën zoals notities of herinneringen niet meer werken, gebruik ze dan niet. Een succesvolle interventie in het ene stadium kan in een ander stadium uitlopen tot een ramp en enorm veel frustratie oproepen. Zoek hulp, vraag om advies en leer van anderen die soortgelijke ervaringen hebben doorgemaakt. Meer uitdagende gedragssymptomen van uw naaste, zoals weerstand bieden aan de zorg of agressief gedrag vertonen, kunnen bijzonder moeilijk zijn voor een mantelzorger en vereisen vaak een zeer individuele benadering. Praat met uw arts over behandelmethoden, zowel farmacologisch als niet-farmacologisch. De veiligheid van uw naaste is een belangrijke prioriteit in het omgaan met vasculaire dementie. Naarmate de dementie vordert, worden het geheugen en beoordelingsvermogen verder aangetast en kunnen mensen met vasculaire dementie vaak niet anticiperen op gevaarlijke situaties of deze vermijden. Denk daarbij bijvoorbeeld op straat of in het verkeer. Dit kan een overweldigende verantwoordelijkheid zijn voor een mantelzorger en vereist creatieve strategieën om hiermee om te gaan. De volgende aanbevelingen
kunnen helpen om de veiligheid van uw naasten te waarborgen in het omgaan met vasculaire dementie. Het is het beste om elke situatie afzonderlijk te beoordelen en het toezichtsniveau van uw naasten zo nodig geleidelijk te verhogen. Dit zal hen helpen om zoveel mogelijk onafhankelijkheid en autonomie te behouden in een zo veilig mogelijke omgeving. Het is vaak moeilijk om het vereiste toezichtniveau te bepalen. Bij het evalueren van de behoeften van uw naaste aan toezicht dienen de volgende zaken goed geobserveerd te worden. 1. De mogelijkheid om noodsituaties aan te pakken wanneer er geen toezicht is. De mogelijkheid om apparaten veilig te gebruiken. De mogelijkheid om de telefoon of deur veilig te beantwoorden als uw naaste alleen wordt gelaten. Neiging om te dwalen. Dit kan in latere stadia voorkomen wanneer mensen met dementie meer en meer in plaats gedesoriënteerd raken of verdwalen. Toezichtstrategieën kunnen eventueel zijn alarmen op deuren om het zogenaamde uitstappen te voorkomen, persoonlijk toezicht om lichamelijk letsel of letsel te voorkomen, door de omgeving te wijzigen om de blootstelling van uw naaste aan potentieel gevaarlijke situaties te beperken, kan deze onafhankelijkheid en veilig blijven. Vooral in de vroege stadia van vasculaire dementie kunnen herinneringen en signalen in de omgeving van uw naaste voldoende zijn om hun veiligheid te waarborgen. Het plaatsen van de stappen die zijn betrokken bij een taak of een label waar dingen worden bewaard kan bijvoorbeeld zeer nuttig zijn voor uw naaste. In de latere stadia van de dementie moet u mogelijk methoden gebruiken die de blootstelling van uw naaste aan potentieel gevaarlijke situaties beperken. U kunt dan denken aan het installeren van kindveilige handgrepen op kasten die potentieel gevaarlijke materialen bevatten. Denk aan schoonmaakmiddelen of messen. Wilt u graag meer weten over het omgaan met vasculaire dementie? Er is tegenwoordig Dementie in Theater. Dat is een indrukwekkende muziektheatershow. Dag Mama heet die en die leert u meer over het omgaan met dementie. De show zit boordevol inzichten en handvaten voor het omgaan met de verschillende soorten van dementie. U kruipt in de huid van de mens met dementie en leert de persoon beter te begrijpen. Ik heb een aantal tips voor het omgaan met dementie in het kort onder elkaar gezet. Als eerste, de benaderingswijze van een persoon met dementie is belangrijk. Trek bijvoorbeeld de aandacht wanneer u wilt dat de persoon naar u luistert. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw naaste en maak oogcontact. Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw naaste de tekst heeft verwerkt. Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder dan woorden. Beelden van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu. Plan regelmatig rustmomenten in op de dag. Zo kan uw naaste even tot rust komen en prikkels en informatie verwerken. Kom in beweging. Zoek naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever niet wandelen, dan kunt u misschien samen tuinieren. Stimuleer meerdere zintuigen. Laat uw naaste dingen ruiken of aanraken als u het ergens over heeft. Hierdoor zal de persoon met dementie beter begrijpen wat u bedoelt of wat het is.
Lach met elkaar en gebruik humor. Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om de klok te kijken en gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden. Zorg voor structuur. Een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast. Dan hebben we ook nog een aantal tips wat u beter niet kunt doen. Probeer uw naaste niet te veel te corrigeren of tegen te spreken. Dat confronteert de persoon met dementie met wat hij niet meer weet of kan. Hard praten, snel praten of juist fluisteren. Zorg dat u rustig praat en goed te verstaan bent. Test uw naaste niet door veel vragen te stellen. Of door hem bijvoorbeeld de namen van de kinderen op te laten noemen. Gedraagt u zich niet vrolijker dan u zich voelt. Uw naaste merkt het wanneer u niet echt vrolijk bent. Gebruik uw humeur om te peilen hoe het met uzelf gaat. Geef het op tijd aan als u merkt dat u zich groot probeert te houden. Vraag niet te veel van de persoon met dementie. Bekijk wat er nog lukt en wat niet meer. Dan weet u wat u nog wel en wat u niet meer van uw naaste kunt verwachten. De levensverwachting bij vasculaire dementie loopt sterk uiteen. Gemiddeld leven mensen nog 5 jaar na de diagnose, maar het komt ook voor dat mensen meer dan 15 jaar met de ziekte leven. De levensverwachting is afhankelijk van leeftijd, ernst van de ziekte en de aanwezigheid van andere ziektes. Een fatale beroerte of hartinfarct is meestal de reden van overlijden bij vasculaire dementie. U staat er niet alleen voor in de zorg voor uw naaste met dementie, want u krijgt ook de ondersteuning van een case manager dementie. En wat doet een case manager dementie nu precies voor u? Een case manager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat. Een case manager staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een verpleeghuis. Voor mantelzorgers is de case manager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een case manager helpt bij het vinden van de weg in de ingewikkelde wereld van zorg en welzijn. Het regelen van zorg. Het bieden van emotionele begeleiding. Verder is de case manager een vast en vertrouwd gezicht. Hij of zij is getraind in het omgaan met dementie en herkent weerstand of hulpweigering. Welke ondersteuning de case manager geeft, is afhankelijk van de hulpvraag. Een case manager komt op vaste momenten langs en is daarnaast telefonisch en op aanvraag beschikbaar. Een case manager wordt ook wel een dementieconsulent, trajectbegeleider of persoonlijk begeleider genoemd. Wie heeft er recht op een case manager dementie? Nou, dat is iedereen bij wie de diagnose Alzheimer of dementie is vastgesteld. In sommige regio's kunt u bij een vermoeden van dementie al een beroep doen op de case manager. De case manager is er ook voor de mantelzorger. Het is belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen, want zorgen voor iemand met dementie gaat vaak 24 uur per dag door. Hulp is voor mantelzorgers nodig om lang en goed mogelijk zorg te kunnen verlenen. Case management wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is wel een diagnose dementie nodig. Het aanvragen van een case manager loopt via de persoon die dementie heeft, de huisarts, kan een case manager aanvragen bij een aanbieder in de regio.
Ook de wijkverpleegkundige kan een indicatie voor case management afgeven en een aanbieder aanbevelen. Uw eigen netwerk, heel belangrijk, want om de zorg vol te houden is het heel belangrijk dat uw eigen netwerk erbij betrokken wordt bij de zorg voor uw naasten met dementie. U moet het namelijk zelf ook vol kunnen houden en uw verhaal kwijt kunnen. Wie er buiten de familie allemaal tot uw netwerk kunnen behoren, bekijk de presentatie Werken met je netwerk op het YouTube-kanaal van Savanda. U kunt het vinden op www.savanda.nl, het rode icoontje linksboven aanklikken en selecteren op video's. Daarnaast kan u een beroep doen op mantelzorgondersteuning. Deze wordt in Hardingsveld-Giessendam geboden door Savanda Sociaal Werk, samen met Mee Mantelzorg. Voor aanmeldingen, hulp of advies vragen wij u het nummer van de centrale toegang van Mee Mantelzorg te bellen. Telefoonnummer 078 20 63 202. Hier vindt al een professionele vraagverkenning en vraagverduidelijking plaats, waardoor mantelzorgers gerichter worden geïnformeerd of doorverwezen. De centrale toegang is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 4 uur. Heeft u behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de website van Alzheimer Nederland, te vinden www.alzheimernederland.nl. Hier vindt u ook informatie over bijeenkomsten van de Alzheimercafés bij u in de regio. Ik hoop dat u wat heeft aan de informatie en de tips die u gegeven zijn in deze presentatie. Bedenk dat ieder mens uniek is, ook de mens met dementie.